waanzinnig applaus voor niemand minder dan Tom van Stiebout. I'm building it up, tearing it down, I'm taking it slow like California with the sun beating down. People look all their life until it feels right. Wat wou de zesjarige Tom worden? Voetballer. Niks. Ik zal eerlijk zijn, Dus, geen enkel idee, 16 jaar, geen enkel idee, 18 jaar, geen enkel idee. Ik heb zo'n ding dat als ik een nummer gespeeld heb ergens, ik voor de Bart Peters, ik neem al zijn, in de studio neem ik al zijn gitaren op, dus als je gitaar hoort op de Bart zijn plaat, dan is dat niet de Bart, maar dan ben ik dat. Van de middelbare school afkwam, had ik een klassieke, mijn allereerste klassieke, dus ik had al een nieuwe, dus twee klassieke, een volkgitaar en een elektrische, een viergitaar. En dan worden zo'n beetje, dan worden wat beter, een betere elektrische gitaar dan het eerste dat ik gekocht heb. En dan ben ik zo tegen 22, dan wil ik studio, alleen dan ben ik vaak gevraagd om voor studiowerk te beginnen doen. En dan, dan is dat, dan het akoestische, ik had één akoestische, want soms moet je zo een gitaar dubbelen, heet dat dan. Dus dat je zo exact hetzelfde speelt, maar twee keer in opname. Dat dan één keer in de linkse speaker en één keer in de rechtse. En dat is dan het beste als dat met twee verschillende gitaren zijn. Dus dan heb je nog een akoestische gitaar bij. En dan begon ik wat geld te verdienen en ik had dan zo'n bedrijfje en dat moet de kosten maken, want anders moet dat belasting. Dus toen ik dat concept door had, mijn broer heeft me dat uitgelegd van, broer, je moet kosten maken. Ik zei, wat wil dat zeggen? Je moet nu 8000 euro gaan uitgeven. Nu? Ja, nu. Oké. Dus ik had een meetshop in Antwerpen. En die. Zijn er dan die avond toevallig meisjes vrij, maar ook toen niet ongerust. We zijn er lekker de kiekers bij, want de rockers. Dat is niet het schoonste. Sorry. Ik weet niet van waar dat kwam, maar... Nee, het mooiste Nederlandstalige lied, ik ben toevallig... Allee, dat, niet
toevallig natuurlijk, maar ik ben in de studio, as we speak, nu, de voorbije dagen en morgen opnieuw bezig met opnames voor een nieuw album voor Stef Bos. En ik zag hem hier hangen, dus hij is hier ook al geweest. En er is zo één nummer van Stef Bos dat mij altijd heeft geraakt, ik weet niet hoe dat komt, zo, tussen de liefde en de leegte heet. Ah, dat is mooi. Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg. Am I wrong? Fall in love with you. I really don't.